Oei, het is je boy QC. En we zijn er weer met een challenge met. En ik ben met een special guest, top tier. Top tier, yeah. Yo, Silvio, man. You in it. We zijn er, man. Voor jou ben ik gekomen, speciaal. Ja, man. Ik vind het echt gezellig, man. Echt gezellig, man. Hey, elke keer als ik jou ergens voorbij zie komen, er gaat toch altijd zo'n... Maar ik denk dat je dat te vaak krijgt te horen, man. Ja, die Rhino Doordie. Ja, Rhino Doordie. Rhino Doordie. Ik gebruik die sample in mijn show soms. Ja, gewoon. Om Rhino Doordie aan te kondigen. Maar hoe vaak hoor je het bedankt? Josfilio hoor ik vaak. Josfilio. Oké, bro. Ik kan wel ondertussen zeggen, jij bent ook wel de man van vermogen. Het gaat niet slecht. We mogen niet klagen, man. We mogen niet klagen. Ik klaag ook zeker niet. Alhamdulillah. Ik ben gewoon cool. Je bent cool. Ja, toch? Maar vandaag gaan wij de vermogensraden van BN'ers. Okay. Dus grote BN'ers. Hoe is je mensenkennis? Weet je wat is? Ik heb altijd gezegd, je kan in niemand zakken kijken, man. Bro. Dat is wel zo. Iemand kan eruit zien als 10 miljoen, maar misschien één heb ik. Ik heb ook nog een bordje voor je, man. Bordje, oké, let's go, man. Ja, een iPad en ik heb een bordje. Nee, ik heb vaak aan met jou, man. Wat is dit voor. Geef mij de iPad, man. Bij mij thuis zou je de iPad krijgen, graf, en ik zou het bordje nemen. Ik heb ook bordje. Oké, zacht. Dit is zeg maar om de plaatjes op te kijken. Maar leg hem in het midden dan, dan is het eerlijk verdeeld, ja, toch? Oké. Is het niet eerlijk, bro? Oeh! Max Verstappen! Dat is wel een moeilijke man, bro. Max Verstappen. Hele M's, broer. Shout-out Maxi, hoor. Ja, man. Zijn geld is op Max. Je moet denken, hè. Formule 1 verdient al heel veel. Ja, bro. En... Ik ben een keer bij Formule 1 geweest in Dubai. Ja, ja. In Abu Dhabi. Mooi, ergens daar. Is ook een trekveld, toch, Abu Dhabi? Ja, ja, ja. Manifesteren, weet je. Weet wat dat lapen keken omgaat, man. Ja, man. Plus, die sponsor van Red Bull. Ja, betaalt die belasting in Nederland? Ik denk dat hij Monaco woont. Anders zou het wel gehalveerd zijn. Ja, dat is het gehalveerd. Maar volgens mij woont hij in Monaco. Monaco? Monaco. Hij woont in Monaco. Maar hoe zeg je dat dan? Monaco. 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 Ik zeg 90 miljoen. Ik zeg 70, man. 70? Ja, man. Oh. 70 miljoen. Dat zou ook wel kunnen, man. 120. Ja, broer. Shout-out is... naar jou, Max. To the Max. Gaan met die banaan. Gaas geven, letterlijk. Geef gaas, broer. 2022, dus je moet denken, u is 24. Ja, man heeft nu al sowieso mee. Dan zit hij op 190, man. Of 100, Zou jij om kunnen gaan, denk ik, met 120 miljoen? Dat staat morgen op je rekening. Als je een doel in je leven hebt, kun je denk ik overal mee omgaan, ja. Man, bro. Ja, man. Die man is ook op racen, zeg maar, toch, man, bro. Hij is ook niet van... Wat ik hard vind aan Max, zeg maar, is... Hij, die man is op zo'n junta. Ik kom hier racen en ik kom hier allemaal de moeders aanpakken. Hij is zeg maar niet die influencer, zeg maar. Nee, ja, ik vind gewoon hard hoe hij is, man. Als hoe die ervoor staat, je weet toch? Ik ben wel influencer, man. Ja, fuck dat, man. Ik ook alles, man. Je weet toch? We moeten wat voor de kost, man, Max. Ja, we moeten nog even. We kunnen niet racen, man. Ik zat dichterbij bij Max. Puntje voor mij. We zijn nog niet klaar, man. Ik heb gewonnen. Ik denk, laat het even weten, man. Ik heb die gewonnen. Nee, maar als mijn mensenkennis nou eenmaal beter is. Kan. De volgende, John de Mol. Johnny, die man heeft ook lapen cake, man, bro. Ja, die man bezit heel tv. Zou die meer of minder dan Max Verstappen hebben? Ik denk meer. Ja? Ik denk meer, maar hij is ook lang in het pak, hè? Of wil je mij gewoon flashen dat ik doe? Nee. Hoog. Hij is... Zo, dat is moeilijker dan ik dacht, man, bro. Je hebt gekke mensen uitgebroken. Ja? Hey. Ja, bro, je ziet ook op school, bro. 800 miljoen. 800 M. Ja, volgens mij is hij miljardair. Ja, weet het niet zeker, man, bro. Ja, man. Ik zeg je eerlijk, man, bro. Maar het zou me niks verbazen, man. Ik zeg, man, ik kan in die massa zakken kijken, bro. 2 miljard. 2 miljard. Zo, bro. Ik onderschat mannen, bro. Eerlijk, bij 2 miljard zou je toch wel... Laat me dit heel gauw wegkrassen hier, man, bro. Ik beledig die man, bro. Ik ben onder de helft van zijn... Jij krijgt geen tv-programma's meer, man. Nee, broer. Ik word niet meer uitgenodigd als ik zo doorga. Oh, de volgende. Virgil van Dijk. Virgil. Bro, dit is echt een moeilijke. Je hebt me voor iets moeilijks gehaald, man, bro. Ik ga nu alles fout hebben, man. En ik ga al die mannen beledigen. Toch om wie er, zeg maar, het meest dichtbij zitten. Ja, oké. Toevallig zat ik er 2 keer dichtbij, maar geen probleem. Ja, niet iedereen heeft, zeg maar, dezelfde kwaliteit, dezelfde... Ja, hij is niet alleen op voetbal. Nee, weet dat. Bro, ik volg hem op Instagram. En als ik in de winkels loop, hij pakt ook campagnes. Hij is influencer, man. Ik zie hem bij JBL voorbij komen. Ik loop in de winkel, ik zie hem ineens op een pak Liga. Vrouwen houden van hem ook. Broer. Ja, man. Vrouwen houden van hem ook. Ja, man. Heb je hem ooit op een pak Liga gezien? Nee, dat ook. Ja, man. Die man was hij is daar gewoon. Ja, hij is daar bij Liga, alles. Ik heb de pindakaas, dat ook nog. Ja, man.
Hey, bro, jij bent speaker, man. Ja, broer, ik ben straight. Kom maar vooruit, maar anders. Maar je doet niet eens stiekem speaker. Nee, kom maar gewoon vooruit, broer. Ik zeg 40 miljoen. Ik zeg 50. Oh, ze zitten wel dicht bij elkaar, ja, in de buurt. Man, ja, man. Oh, ik ben benieuwd, man, wat die heeft. Ja. 37 miljoen. 37, broer. Zit je er weer dichterbij, ja, hè? Ja, ik zit wel heel dichtbij, man. Eigenlijk moet ik hier een dubbele punt voor krijgen. Nee, dat is voor dubbele punt, gek. Ik zat er 3 miljoen naast. Ja, dus? Dichtbij. Het gaat om dichtbij, broer. Ja, maar bro, zou dat naar Liga, man? Ja, man. Ze betalen goed. Wat is nog een merk waar jij graag mee zou samenwerken? Dit is misschien ook het moment, hè? Man, als ze betalen, ik ben daar. Dus, ja. Je weet dat. Dik advocaat. Dik advocaat. De man die altijd zegt dat hij stopt, maar toch doorgaat. Wel, die man is denk ik al letterlijk 10 keer gestopt. Dat hij ze heeft gezegd van, hé, het is klaar, dit is mijn laatste club. Na te denken nu. Man. Ja, ik ook. Ja, hij heeft al lang geld, zeg maar. Al lang geld. Die man is ook in de 70 of zo. En hij heeft echt... Dus hij is niet, lijkt me, hij is niet actief. Nee, maar hij is nu weer bondscoach. Ja, maar je hoort wat ik bedoel met actief aan de zijkant. Nog met van, laat me die money flippen, laat me nee, die nee, flippen, nee, laat me die... Weet je nog wat ik bedoel? Ik zie hem niet snel in een casino of zo, man. Dat soort dingen. Nee, nee, niet zo. Nee, gewoon, je weet zelf, gewoon keep making money. Weet nou, ja. die coach shit is waar hij leeft daarvoor. Zeg maar. Ja, toch, hij leeft daarvoor. Dus. Maar ik denk wel, een coach verdient ook niet zoveel als voetballers. Nee, vaak. Daarom. Maar hij heeft echt veel clubs gehad. Hij ook nog bij Feyenoord. Daarom wel gewoon Feyenoord. En nu ga je hem hoog inzetten, zeker. Heb jij trouwens een voorkeur van een voetbalclub? Jaxi. Hoe? Jaxi. Ajax. Ajax. Hier in jouw Oslo, hè, zeg ik, bro. Die club die 6e, 5e staat, bedoel je? Die 18e stond dit seizoen. Nee, maar gewoon, bedoel je die club? Of bedoel je... Ik weet niet, man. Ik zeg, kijk niet, man. Je kunt er maar gewoon 15M, denk ik. 20 miljoen. Je zit altijd dicht op elkaar. Hebben we mij afgekeken weer? Nee. Kijk, ik denk 15M. 15M. Ik denk eigenlijk tussen de 112, 13. Maar of ik onderschat die man weer. Dat kan ook, man. Sorry, man. Motherfuckers, dat zou hij doen, man. Shit. Ah, bro. Ik zeg je eerlijk, mijn mensenkennis is echt niet normaal. Maar voor mensenkennis heb je ook een beetje empathie nodig en dat soort dingen. Je moet je kunnen inleven in anderen, snap je? Ga naar die volgende, man. Ga naar deze van mij. De volgende is van mij. Je wil nog niet even erover hebben? Nee? Klaar. Fuck dik advocaat, man, bro. Ga coachen of zo, man, bro. Nee, shout out naar jou, man. Ja, bro. Katja Schuurman. Oh, Katja Schuurman. Ik denk wel dat ze miljonair is. Wel miljonair, maar... Een rustige miljonair. Een rustige miljonair. Je weet toch? Ja, man. Heb jij nooit iets opgenomen met Katja Schuurman? Ja, man. Ja, ja man. Staat me iets van bij. Maar is nooit uitgekomen. Man. Nee? Wat was je film met haar? Ademnood. Ja? Volgens mij, ja toch. Katja toch, van Linda. Ja. Heb je daar met mijn poek op? Ja, man. We hadden een remix voor de grap hadden we hadden bijgehaald, maar... Je weet toch, bro... niet mijn shit, man, zeg maar. Nee, man. Dus ik vind het leuk om af en toe een keer een meisje eruit te gooien of van vroeger. Nee, zeg maar. Poelie op dat gaan is niet voor mij, zeg maar. Oké, laat ik het zo vragen. Heb je een tune die nu uit is waar je spijt van hebt? Als je denkt van, ja, oké, misschien heeft het gewerkt, maar misschien toch niet. Nee, dat niet echt, man. Nee, dat niet echt, man. Ik sta gewoon echt achter je... Ja, man, achter heel veel van de poekoes. Maar meer, ik heb meer spijt van bepaalde ruwe teksten die ik heb gegooid. Ja. Je weet toch, nu ik ouder en wijzer ben, ik denk, shit, dat is dat was helemaal gek, man, bro. Je weet toch? 1,7 miljoen. Fuck you, man, bro. Je komt weer als een omlaag. 1,7. Jij kijkt ook af bij mij wat ik doe. Nee, man. Als ik bij jou had afgekeken, had ik alles verloren. Wil jij hem swipen? Die voor het geluk. 1,7. Bro! Hey, broer, jij hebt al gekeken. Nee, man. Wie heeft dit gemaakt dan? Mijn redactie. Sir, man, je hebt dit gemaakt zelf, nee, broer. Hé, hey, bro, die man komt hier. Hij zegt, Joost, kom even bro. Een videootje maken. Bab, kun je even lekker verliezen? Alleen dat zei hij er niet bij. Nee, huh? Man. Ivan is het. Hé, hey, Ivan. Bro, je had me moeten bellen even, man. Oeh, oh, Afro shit. Jack. Maar die man pakt een miljoen om te draaien, toch, bro? Ja, hij krijgt gekke bedragen. Ook rechtstreeks hier uit Spijkenisse. Als je dit niet goed hebt, jongen, dan disrespect je die man. Zeg. Ja, man. Nu is druk op je schouders, bro. Jij hebt druk op je schouders. Bro, jij hebt niks goed. Niks, hè, bro. We hebben geen geld op het spel staan. Zullen we een bankoe zetten? Let's go. Ja? Ik ben die bankoe al gelijk kwijt, bro. Als jij een barkie zet, zet ik een bankoe. Ja? Nee, ik ben... Ja? Ja, zeker. Krijg barkie van, ja? Ja, maar... Nee, geen tikkies, hè? Ik wil cash, broer. Ik heb cash. Oké, zeker. Briefjes van 200, ik weet niet of je daarvan terug hebt. Ja, ik, broer. Daar heb ik wel van terug. Maak je niet druk. Jongen, mijn bedij hier. Ja, bro. Je moet ook wisselgeld bij hem hebben, okay, joh. Hij is sowieso zwaar multi. Ik zeg 19 miljoen. Wat? 19? Ja. 19 miljoen.
Ik zeg 300M. Bro, er zit wel echt een grote prijsklasse tussen. 26 miljoen. Wow! Wat? Wow! Die man heeft zwaar geleefd, broer. Kan niet, hey broer. Bro, nee, maar kijk, dat je er zo zwaar naast zit. Ik denk, bro, DJ money. Ja. Nou, dat kijk, ik gewoon blijven rappen. Maar jij dacht bij jezelf, 26, jij dacht bij jezelf, 300 shows heeft hij vast wel gedaan van een miljoen. Ja. Heeft hij 300 miljoen. Ik denk over de jaren verdeeld heeft hij echt wel een vermogen opgebouwd van 300 M, man, bro. Ja, wat komt erop neer? Als je even kijkt, als ik zo... Ja, man. Kijk, als ik zo inzoom, zie je dit? Staat hier, je zat er weer naast. Als je daar zoomt, staat er, even zagen. Oeh, Humberto Tan. Wat ik zeg je eerlijk? Ik denk, man is gewoon relaxed ook, man. Relax met zijn money, hè? Ja, maar hij is ook gewoon relaxed. Hij is wel gewoon miljonair, maar gewoon relaxed. Ik ga een bankoetje, man. Ik ga een goede bankoe. Well, als ik er nu weer goed bij zit. Fuck you, man. 1,7M. Ik zeg 2,3 miljoen. Nee, is dat 3? Nee, ik zei 2,3. Okay, 2,3. Dus jij wil nu zeggen, ja, minder dan Katja. Ja, maar waarom, zeg maar? Omdat hij is gewoon wel... Hij heeft geen films gedaan, hij heeft geen lange carrière. Films doen jullie niet veel, hè? Ik weet niet of we de film mee kunnen doen. Nee. Als je hebt gewonnen, weet ik het. Bro, dan speel je vals, bro. Nee, ik speel echt niet vals. Ik zie dat op alles. Waarom moet het gelijk weer vals spelen? Ja, gewoon, bro. Het is jouw iPad, bro. Nee, zie je? Bro, ik zweer het op alles. Jij speelt vals, bro. Nee, bro. Kan niet. Bro, ik heb dit niet gezien. Die camera's hier, al die dingen. Papa, dat is al voorbereid. Bro, dit is het. Nee. Ik geloof het niet. Dit is de eerste keer dat ik volgens mij een bedrag in één keer goed heb geraden. Hoe ga ik alles verliezen, bro? Hoe ga ik al die antwoorden verliezen? Nee, maar bro, wacht even. Ik heb precies het antwoord. Wacht even, broer. Je wist dit al, broer. Ik wist dit niet. Ik zweer het op alles. Ja, stil. Ja, bro. Je geeft me skeren stift, skeren bord. Heb ik het nog je hebt al die antwoorden, weet je al. Nee, dat antwoorden weet ik echt niet. Weet je wat ik wel weet? Naast deze video, wat heel leuk is. Ja, naast de bankoe. En dan heb ik trouwens ook nog die YouTube AdSense. Ja. Wat een mooi leven, Silvio. Rij je door, die man. Jolante, kabaan. Jolante. Jij hebt er ook iets opgenomen met Jolante? Nee, ja, je hebt veel met Jolante gedaan. Dus ik ook echt na te denken. Oeh. Wat verdient deze chick dan? Ze woont in L.A., man, met haar kleine. Gruwelijk, dus, man. Wat zei je? L.A. Life is wel duur ook, man. Ja, hè, maar ze heeft ook wel veel modellenwerk gedaan. Oké, ze heeft Snijder gesneden. Zo. Ja. Weet je wat ik me eens afvraag? Ja, toch? Turkije veel films gedaan, ook in Nederland. Weet je toch? Ja, toch? Bro, weet je wat ik me afvraag? Is ze getrouwd geweest met Snijder? Ja, toch? Ja, toch? Daarom zeg je gesneden. Ja, toch? Een scheiding? Ja, gesneden. Helle van de... Kat. Oh, dat snap is echt. Ze heeft een bek. Ze heeft een bek in een bek in een bek. Hoe gek is Snijder dit, zeg maar? Hij staat ook wel op money, hoor. Ik zeg 8M. Ik zeg 14 miljoen. Dit is moeilijk, man. Gaat dit het moment zijn? Ze zijn allemaal moeilijk als aard. Ik heb ook verloren. No hard feelings. Je weet het. 22,5 jaar, bro. What the fuck, man? Ik zat toch wel weer dichterbij. Je zat toch weer dichterbij. Ik ga dit heel snel verwijderen. Bro, ik zit gewoon elke keer op de helft van mensen ook, broer. Of ik zit zwaar boven. Zie je, daarom, dit is kut, broer. Je kan niet in mensen hun portemonnees kijken. Jij misschien wel, vuile hond. Jij weet waar je moet zijn. Jij weet waar je moet zijn, tyfuslaaier. Je hebt dit. Ja, man. Nee, maar het is echt, bro, ik heb empathie. Inlevingsvermogen. Ik heb sympathie. Oké, empathie als haar. Dat zeg je allemaal, broer. Willem-Alexander. Oh, de koning. Willem-Alexander. Dit wordt lastig. Ja, maar die man heeft gewoon heel Nederlands toch eigenlijk van hem. Ze doen wel alsof het niet zo is, maar die hele belastingpot is toch van hem. Je hebt een foto met zijn vrouw, hè? Ja. Sta je zo als je purperhoud ernaast. Ik mag niet aanraken, dus ik sta zo aan de zijkant. Dacht dat die... Dat is die blik van die foto. Ja, volgens mij sta ik zo op die foto. En zij staat dan zeg maar hier, toch? Ja. Ja, zo met die paas hier ertussen, toch? Ja, aanraken. Ja, ook handgeschud en zo. Ja. Oh, ik heb daar... Ook met handjes nee, maar kijk. Je hebt empathie, dus je mag handschudden. Empathie, nee, maar kijk. Ik stond daar om mijn verhaal te vertellen in het Koninklijke Paleis. Aha. Dat was mijn plek. En wat vonden ze ervan? Ja, nou, heel interessant. Zijn ze je gaan volgen op de YouTube? Ik hoop het wel. Willem-Alexander. Wat heeft hij zelf, zeg maar? Want volgens mij krijgen ze elk jaar een... Ik kan toch al niet meer winnen. Ik ben bankoe kwijt. Ik ben helemaal naar Carlos Spijkerissen gereden. Tank en nog bankoe. Ik moet nog tanken straks terug weg. Oei, oei. En we hebben geen afspraak gemaakt over de AdSense. Willem, alsjeblieft, als haar, man. Zit gewoon hier dichtbij. Ik zeg 3,4 miljoen. Ja.
Jij zit weer dichterbij. Nee, dat weet je niet. Maar ik denk dat de koning... Je hebt van die vieze slimme antwoorden, broer. Zeg gewoon 10 of 20. 3,4. 1,3. Ik denk dat hij op 3,4 zit. Laat me zien. Zit jij zeg maar dichterbij? Nee, toch? Jawel. Hoezo zit jij dichterbij, broer? Nou, omdat... Kijk hoe ver jij van de antwoord bent, broer. Jij ook. Nee, broer. We praten in M's, broer. Ja, er zijn ook M's. Nee, broer. Broer, deze heb ik gewonnen, maar gek. Bro, als het boven de 50 was geweest, zat jij dichterbij. Ik weet het, broer. Maar laten we gewoon even een beetje spek en bonen doen. Als dat weer, man. We praten hogere M's gewoon. Ja. Zwaar omhoog, broer. Ja, bro. Jouw, dan halen we nou, hoe noem je dat? Af dingen naar beneden. En ja. Voor mij is zelf van Brada. Jij ziet het meer realistisch, zeg maar. Nee, snap je? Maar broer, 47. En broer, Willem, sahabi, man. Is wel broer, je moet wat in Bitcoin of zo gaan zetten, man. Dat gaat binnenkort weer stijgen, man, pik. Ja. Misschien heeft die. Ja, maar niet genoeg, blijkbaar. Ja, de koning, sahabi. Andere konings hebben honderden M's. Dus zit je nog een beetje in de Bitcoins? Ik doe gewoon meteen. Ik ga vanavond weer een 50 euro erop zetten. Ja. Makkelijk verdiend. Ik ben rond. Oh! Patricia Pai. Die heeft niet zoveel, denk ik. Maar ik denk wel dat ze miljonair is, denk ik. Weet je wat is met Patricia Pai? Zij is al van way back, snap je? Zij ook in de Playboy gestaan. Ja. Maar ik denk dat in die tijd betaalde de Playboy nog niet zoveel, denk ik. Zoals we bijvoorbeeld nu betalen. Dat is meer een status ding voor die vrouw, denk ik, toch? Precies. Kijk mij, ik ben naakt. Ja, ik heb het al gezien, maar... Ja, ik zeg 1,1 miljoen. Ja, ik zeg 2,3. Dan spant het erom. Het spant erom. Wie heeft gelijk? 4 miljoen. Hij heeft gewoon een punt. Ik heb gewoon nu voor mij gevoel die gamma gewonnen, klaar. Ja, geloof ik. Wat is er een G? Wat is er een G? Ik denk die bankwebbers... Je denkt, ik kan alleen verliezen, broer. Vallen. Opstaan is zwaar. Dat is het leven, broer. Nooit opgeven, broer. Huh? Never lose. Ja, maar ik denk wel dat je vaak bent gevallen vandaag. Broer, mag niet uit, broer. Zie niet, broer. Hij staat opstaan, broer. Ik zie gewoon modder op knie, alles. Opstaan, broer. Opstaan en door, brada. Never lacking, broer. Door. Wel gefeliciteerd met ja, broer, wat is er dan, brada? Ik heb die felicitatie niet nodig, broer. Oh, nee, weet wat we gaan doen op dit moment met dit? Wat? Je krijgt nu zo'n Facebook op. Gooi hem, wat bedoel Oh. Johan Derksen, ik zeg je heel eerlijk, hij is iemand, hij leeft op oud geld. Kerry, hij geeft niet uit. Ja, hij heeft altijd hetzelfde pak aan, lijkt mij. Ja, maar hij geeft niet uit. En bro, die voetbal international. Zijn kapper is ook al een paar jaar dood. Ja, dood die. Ja. Die voetbal insight, hè, dat heeft wat geld binnen te wachten. Ja, man. Hoogste programma, jarenlang. Ik denk dat dit wel realistisch is. Echt bij, man, Q. Ik heb je al gezien, man. Ja? Ja, man. Waarom ken jij zo snel? 5,2. Waarom verklap je het? Ik heb 4,5. Ja, broer, ik ben een snitch in deze dingen, hè, broer. Je weet toch, ik ben gewoon dat je verliest, ja. Ik ben op je huid. Yo, wat denk je? Hey, 2,7, hij zit gewoon dichterbij. Papi, ben aan mij. I see, Johan, my G. Als je me ooit nodig hebt, ik ben hier aan, brad. Ik kan me altijd bellen, broer. Als ik moet komen bij Football Insight, ik ben daar aan, Mattie. No fee attached, broer. Deze win. Love you, man. Bro, je zegt gewoon beste matties nu. Maar het is my G, man. Yo, G. Gordon. Zo. Ja, weet je wat het met hem is? Die man heeft cake geslagen, maar die man, die houdt van het leven, jongen. Houdt echt van het leven, die man. Houdt van het leven. Hij heeft een tijdje Dubai gewoond, heb ik begrepen. Ook daar is het leven ook. Laat ik het zo zeggen. Hij heeft cake gemaakt, maar ook heel veel bakmeel besteld. Ja. Heel veel bakmeel, man, broer. Zeg maar, hij zou makkelijk op 30, 40 kunnen zitten, zou je denken. Easy. Toch? Ja, maar ik denk dat hij echt wel echt... Hij heeft wel echt geleefd, hè, zeg maar. Ik denk dat hij ook een paar keer belasting is vergeten. Ja. Zaakjes gehad die failliet zijn gegaan. Ja, ik houd een beetje neutraal, man. 10M. Ik zeg 900.000. Ik zeg wel 10M, man. Het zou wel fire voor die man vinden als hij zo erg er doorheen heeft gegaan. Ja, maar als je nog 900.000 hebt, is het lekker. En je hebt wat voor lekker, broer, als jij van 20M komt, 30M, broer. Ja, die man heeft dat sowieso geslagen in zijn leven. Toch? Kom op, man. Dat wel, maar hij heeft wel geleefd. Ja, nee. En dan heeft hij nu nog gewoon 9 ton. Weet je, 9 ton is veel. Wat 9 ton is een huis in Nederland, broer. Ja, een groot huis. Ja, waar hij vandaan komt, zeg maar. Ja. Is dat zeg maar een rijtjeswoning, broer? Oké, ja, kom maar door met het antwoord. 7 miljoen uit het kroon. Doe maar biggie 12, man. Wat is er dan, broer? Wat is gebeurd? 3. Hoeveel heb jij? Hoeveel heb ik? Je hebt 5 goed, ik heb nu 3 goed, hè? Oh, we kunnen het wel even uitrekenen. Ja, reken het even uit, joh. Ach. Ja. Deze was voor mij. 3, 4. Moet er nog 5 doen, joh. Oh! Martin Garrix. Oh, dat is ook wel een pokoe voor jou, man. Dat is zoals je in plaats van Abu Dhabi, Martin Garrix. Money. Stem was in mijn appartement. Ja, Martin Garrix. Man is al zeker 12 jaar aan nu, toch? Of zo? Hij is lang aan, man. Hij is al aan voordat de rap game in Nederland aan was. En hij is nummer 1 DJ van de wereld.
Afro-money erbij halen, man. Waarvan ik dacht dat dat het was, man. Ik denk 300 man, bro. Ja, je hebt weer miljarden asahabi, man. Bro, wat is dit nou, man? Ik heb 47 miljoen. Oh, ik dacht miljard. Ik dacht, ik denk wel 300 M, man. Die man heeft wel serieus de cake geslagen. Hoor je voor je daar wel iets zachtjes met mijn bordjes aan? Ja, nee, nee. Ik spaar daar heel lang voor, hè, om die te halen, man. 300 M, bro. 300 M, 7, bro. Je hebt het niet geleerd van Afrojack. Bro, maar Afrojack, bro, komt uit een andere tijd, man, bro. Hij was met Amanda zo getrouwd en die dingen, je weet toch? Oké. Okay. Je weet toch, Las Vegas leven. Deze jongen wil gewoon lekker gamen, volgens mij, in de avond. Maar gamet die, hè? Weet toch, deze jongen wil gewoon een beetje chillen en zo. Dus volgens mij is hij gewoon zuinig, zijn geld goed belegd. En ik hoop dat je dit hebt gewoon voor je... Dit zou ook mooi zijn, Dani. Wat? Bro, jij hebt dit gezien. Jij hebt gewoon deze snelheid, dit. Ja! Ja! Die man echt groter verwacht met zijn cake, man. Bro, no offense. Sommige mensen zijn gewoon de zicht op realiteit kwijt. Maar die zien niet meer de scheidingslijn tussen realiteit broer, en fictie. Relax. Ik had 4 achter elkaar goed, broer. Ja. 4, broer. Maar broer, maar eentje gestolen, man. Wat voor gestolen, man, laat. Ik zat er dichterbij. Broer, wat voor dichterbij, man, broer. Je hebt die man lijf onderschat, man, broer. En plus, die man heeft meer cake, broer. De koning heeft meer cake. Is het einde? Ik kom voor je terug. Ik ga die challenge verzinnen. Ik ga hem laten opsturen volgende keer, broer. Ja. Gaan we zien wie gaat winnen, hè, broer. Mag ik mijn bonkoe? Eerlijk verliezen, broer. Ik heb gedaan. Ik heb corona. Ja. Helemaal prima, hier. Ja. Boeit mij niet. Ik zeg je eerlijk, ik waardeer dit heel erg. Ja. Hier steun je mijn gezin weer gewoon mee. Ja, nee, het is, dus ik hoop het is je gegund. Dat ja, toch? Ja, toch? Ik neem even die poppetjes mee straks. Het gaat weer kiet. En die olifant ook lauw. Ja, man, Artifact. Artifact. Ja, man. Ik ga voor jou een mooi glaasje maken, man. Oké. Wil je een custom-made? Ik wil er wel eentje custom-made, ja, bro. Gaan we voor je regelen, man. Bro, kunnen wij nog dingen verwachten van jou? Wat gaan wij? Ja. Ja, heel veel, man, bro. Wanneer komt dit uit? Zondag, als het goed is. Als dan zondag? Ja. We gaan allemaal tickets kopen voor Josilvio en AFAS. Oh, je bent er ook, toch? Ik ben er ook, man. Ja, ik ben daar. Sowieso. Met die bankoe. Ik met ben die daar. Bankoe in de lucht. Ja. Dan sta je in de 10 mei staan we in de AFAS. Ik dacht, het wordt tijd om een keer een show te doen. Ja, met al die albums gemixt. Je weet toch, al die classics. Oh, Assen, twee gezichten, een stukje Helle Cash erin. Je weet toch? Dus, ja, toch? Dus dat, man. Voor de mensen, link staat in de beschrijving. Check hem daar, want ik ben daar ook. En dan wil jullie bedanken. Vergeet niet te liken, te subscriben. Ik hou van jullie later. Skuda! Hele cash, hele love. Ga je trakteren of wat ga je doen? Ik moet dit echt gebruiken om mijn huur te betalen. Fuck you, man, bro. Dat is wat wij doen, hè, bro. Als we iets verliezen, trakteren wij. We kunnen iets doen ermee. Kom, we gaan een ijsje halen bij Ado. Kom, we gaan ergens een ijsje halen. Hou vast, broer, want ik moet nog even, je weet toch? Loop alvast naar buiten als je niet erg vindt. Ik moet nog een paar dingen daar uitzoeken.